een scherpe messenwerper in een heel mooi Russisch paar. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper en met zo'n volmaakt gemak. Messen werpen na zijn partner was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel dat in het voorwerp zijn er worpen ook nog een groot hart vol liefde stak. En als hij messen naar haar smeet, zong zij onhoorbaar maar vol leed. Yvonne, ik kan je niet missen, maar hopelijk mis je mij wel. Want zou je je één keer vergissen, dan stak er zo'n mes in mijn vel. Wanneer ik jou messen zie keilen, dan voel ik me bleek en verward. Want amor mist nooit met zijn pijlen, die heeft me geraakt in mijn hart. Maar na jaren werd het haar te machtig en vertelde zij te maar. Ivan vond dat eigenlijk wel prachtig en werd snel verliefd op haar. Maar toen hij dus zijn aanstaande voor de scheid zag staan, keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, miste, raakte en zij zakte in elkaar. En met een laatste blik op hem zong zij met reeds gebroken stem. Ivan, eerst kon je me missen, maar nu je niet zonder me kan, moest jij je natuurlijk vergissen. Dat is nou weer echt iets voor een man. Maar kun je ook niet met me trouwen?